Ze noemen het de Oscar van de technologie, de Crunchy Award. Hij staat hier op het hoekje. Alleen de allerbeste technologische uitvindingen die maken überhaupt kans op die prijs. En vorige week werden ze opnieuw uitgereikt in San Francisco. En een van de genomineerden was de zonneauto van de Technische Universiteit in Eindhoven. Eventjes terug naar die bekendmaking vorige week. En de Crunchy goes to the Stella Solar Powered Car. Ja, zo werd het omgeroepen. Ja. Tom Zelten, van harte welkom. Ja, toen sprong ik op in mijn bed hoor, op dit moment. We lagen om 5:30 ochtends was dit. Ja. We zaten met het team te kijken, iedereen op zijn eigen kamer, studentenkamertje. En toen dit bekend werd, ja, je staat helemaal vol adrenaline, pats, meteen klaar. En omkleden, meteen naar het kantoor toe en toen begon de dag, een nog gekhuis. Bizar lijkt me dat. Heel want bizar, het grappige ja. eraan vind ik wel, want je hoort voor als het filmpje begint hoor je wat gelach. Maar dan hebben ze net de nummer 2 bekendgemaakt en dat was Apple, toch? Ja, dat is Apple Pay, klopt. Maar ja. dan zit een zaal te denken van, hey, Apple wint niet. Ja, klopt. Wat wordt het dan? En dan zijn jullie het. Je hebt Bitcoin verslagen, Apple. SpaceX, de raket, de Rosetta Comet-landing. We hebben echt de grote jongens verslagen. Ongelooflijk. Zeg maar. David tegen Goliath, ja. Jullie hebben gewonnen met Stella. Ik heb hier ook een foto, een mooie foto. Je ziet Stella achter het prachtige beeldje, een klein beetje. We zien je ziet de voorkant van de auto inderdaad, ja. En meteen kenmerkt natuurlijk een beetje de bolvormige voorkant. Ja. En de vierpersoons auto. Maar wat is het? Het is een auto op zonne-energie? Ja, het is een auto op zonne-energie. Ze rijdt op de zon, zeg maar. Dus je rijdt eigenlijk, kan je altijd door blijven rijden. Want de zon, als de zon schijnt tenminste. Mm-hmm. En het bijzondere van onze auto is dat die 4 personen kan vervoeren. Want je kent de auto's van Delft waarschijnlijk, de platte auto's, waar dat je echt in zo'n klein canopy zit. En in deze auto zit je gewoon ruim, luxueus. En je rijdt met 4 personen comfortabel door het land. En dit is gewoon waarvan iedereen zegt dat het niet kan. Dit en jullie doen het gewoon. Er zijn een gezinsauto die überhaupt niet meer met zijn stekker in het stopcontact hoeft, maar die gewoon op de zon rijdt. Ja. En dat is zo belangrijk dat er bewijs wordt geleverd. Nou, veel mensen verklaren ons wel in het begin wel gek van, dit kan niet, dat is ongelooflijk. Ik pak even jouw Twitter bij, want die vonden we op Twitter terug. Ja, Marie, zeker. Je was ook heel enthousiast, hè? Ja, dus ik was het team tegengekomen een aantal maanden geleden bij de ideeënfabriek in Uden. Waar het ging over de energietransitie van fossiel naar schone energie en dan met name ook bedoeld voor gebouwen. Daar heb je een stuk oude economie, dus mensen die meer die oude economie vertegenwoordigen, die vertellen hoe moeilijk het is en waarom het allemaal niet kan. En dan komt TU Eindhoven, de studenten op het podium, en die gaan niet vertellen dat het allemaal kan. Die laten zien dat het kan. Maar gaat dit het worden? Gaat dit hem worden? Rijdt straks iedereen in een zonne-energieauto? Wij geloven wel, ja. Wij denken zeker dat dit de toekomst is. Ik denk dat hij dan wel een beetje het uiterlijk van die Tesla moet krijgen, Annemarie. Ik weet niet, ik vind hem wel een beetje lelijk. Is dat raar? Dat zie je bij heel veel mensen die denken van ja, we zijn de auto gewend, zeg maar, met de motorkap voor, de persoon in het midden en de bagage achter. Ja, maar het is een beetje een mix tussen een bus en een trein of zo en dan wat plat. Wij geloven er zelf in dat dit de toekomst is. Dat dit soort auto's straks overal rond gaan rijden. En het is meer dat mensen nu gewend zijn aan auto's, wat ik net vertelde, zoals de conventionele auto's. Maar ik denk, als je dit over 5 jaar al introduceert in de markt, dat mensen straks denken van zo'n 10 miljoen. Zie jij jezelf weer al in rijden? Zeker. Ja? Ik zal zeker de innovatie proberen te ondersteunen door juist erin te gaan rijden en juist het te laten zien. Dat zouden meer mensen moeten doen. En bij die Tesla, daar heb je dus inderdaad ook geen motor meer. En dus de motorkap die daar nog wel, dat is meer het uiterlijk van een conventionele auto, dat is bagageruimte geworden. Het gaat om de technologie en het gaat om de innovatie, die vormgeving. Daar gaan dadelijk een aantal stylisten op werken als de technologie er is. En dan wordt die fun en fancy en dan zal die er misschien iets anders uitzien. Maar wat Tom zegt, heeft hij wel gelijk in. Wij zijn heel erg gewend aan een motorkap, een motor eronder en de vorm die dan een auto moet hebben. Stel je nou eens voor dat je dat niet meer hebt. En dat je dus elke vorm kan maken aan een auto die je wil geven. Mm-hmm. Dan krijg je veel meer onderscheid ook weer in de auto's die gemaakt zijn. Ik denk dat het... Maar als je kijkt, dit is dus de auto van de toekomst, maar gebouwd door studenten van de TUE. Hoe hoopgevend is dat? Maar ik wil graag van jou weten. Word jij hier rijk van, als dit het gaat worden, als straks iedereen in zo'n soort auto, word jij dan rijk? Nou, dat is niet nu onze doelstelling. Wij willen gewoon winnen met die auto straks in Australië. En want daar gaan we naartoe. Ja. Dit is de route die jullie in Australië gaan rijden. De World Solar Challenge in Australië, van Darwin naar Adelaide. Eens in de 2 jaar wordt die gehouden. 2013 hebben jullie gewonnen. Ja. Nou, is het 2015. Ga je hem weer winnen? En wat moet je ervoor doen om hem weer te winnen? Nou, dit jaar gaan we in oktober weer naar Australië toe. Gaan we weer rijden. Alleen het is wel zo dat, in tegenstelling tot vorig jaar, in 2013,
is de snelheid nog belangrijker geworden. De organisatie past de regels constant aan om ons een beetje uit te dagen, om ons te laten zien wat we kunnen. En we moeten dus een nog efficiënte auto maken. En dat heeft ertoe geleid, en dat is dan de première, ja, jullie première is dat jullie krijgen hier, dat wij dit jaar een auto gaan maken die niet 750 kilometer ver kan rijden op één lading. Maar onze doelstelling was een auto te maken die 1500 kilometer kan rijden op één lading. Zo. Jeetje. Ja. Goed zeg. Dus jullie gaan winnen. Dan ga je winnen. Dat is onze doelstelling. Want het is 3000 kilometer of zo, toch? Het is 3000 kilometer door de auto. Nou, kun je één keer zonnetanken en je kunt weer door. Exact.